Ja, met het bordje op schoot. Het gaat weer gebeuren. Voetbal terug bij Studio Sport. Het heeft 3 jaar en 79 dagen geduurd voordat de voetbal weer terug is op Studio Sport. Er hangt wel een prijskaartje aan. Van 21 miljoen euro. Maar ja, daar mogen ze dan 5 jaar over doen. Maar dan heb je ook wat. En dan zonder die vervelende blokkenreclame. Ik ben Joop Scheep voor de lokale omroep Goorle. Deborah Gravenstein, dan hebben we het over judo, is op weg naar de Olympische Spelen. Op zaterdag 16 februari behaalde ze zilver in de klasse van 57 kilogram. Dat kan gevolg hebben voor Jan de Rooy van de sportschool De Rooy. Hij gaf dan ook mee naar China. Het was 4 jaar geleden dat zij ook al op het podium stond. Wanneer de narcissen weer in bloei staan, betekent het het einde van het schaatsseizoen. En wat hebben we weer genoten van de verrichtingen van onze plaatselijke schaatster Irene Wüst. Het was een heel moeilijk seizoen voor haar, maar ze vocht er zich knap bovenuit. Zo werd ze Europees kampioen en won diverse afstanden. Met de enorme power en wilskracht won ze bewondering af. Ook haar interviews waren weer van zeer grote klasse. Wat een sportvrouw. Oh ja, ze komt uit Brabantse Goorle. Afgelopen zaterdag streed ze heldhaftig mee in de Nederlandse achtervolging voor de dames. Waardoor haar, door haar krachtig dadig optreden deze ploeg in Nagano, Japan, met overtuiging beslag legde op het goud. Kijkt u nog even mee hoe deze overwinning tot stand kwam? Met dank aan de beelden van Studiosport NOS. En Martin Hesman. 2 keer zilver al in dit toernooi, dus dat is een geslaagde expeditie. Voor Paulien van Deutenkom. Vergezeld door haar ploeggenotes Irene Wüst en Renate Groenewolds. En hier Rainey Lamp en Swider Pels Jr. Ploeg van Amerika. Wüst aan de leiding. Groenewold om 2 en gesloten door Van Deutenkom. En Groenewold moet hard rijden om bij Wüst te blijven. Ja. De bedoeling is natuurlijk dat het treintje bij elkaar blijft, want u weet het inmiddels toch allicht wel, de derde tijd geeft de doorslag. Wisselen binnen een ronde. De eerste hele ronde in 33. Is goed. Dat is sneller dan het Nederlandse koor. Zervus, Voorhuis en Valkenburg. En Valkenburg was de sterkste eigenlijk met de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Maar die rijdt morgen de 5 kilometer. Ja. En dat heeft gisteren de 3 gereden als stand-in van Irene Wüst. Van Deutenkom. De Nederlanders wisselen per ronde. Wüst op kop. 1, 32, 34. De Wüst rijdt alsof zo'n 1500 meter rijdt. Nu naar buiten. Groenewold moest even de slag inhouden. Ja, Groenewold onderdoor. Voorgaande ronde 29,9. 28,5. Klopt dat? Wat een versnelling is dat dan geweest. Lijkt me terug. 2-0-0-90. Ja, de klok in de stadion geeft ook 28,5 aan. Oké. Okay. Aangevoerd door Van Deutenkom. 28,5 zo even. 30,3. Daar klopt iets niet. Nee hoor. Maar de tussentijd. 2-31-29. Maar het treintje draait nog goed. Ja hoor, dat haakt allemaal in elkaar zo. Naar de finish. Nog 40 meter. 3-0-2-18 is de uitkomst. Met de slot 130-8. Dat is een tijd die 3 seconden ligt. 3-0-2-18. 3 seconden ligt boven de tijd vorig jaar in Salt Lake City. De schrik hier. Slaat ze om het hart. Kijk, Van Deutenkom echt de sterkste. Die is ook het fitste. Het was eigenlijk een ABC'tje. Dus Paulien van Deutenkom heeft er een wereldtitel bij. Renate Groenewolds was wel eens wereldkampioen allround. Heeft er ook een wereldtitel bij. En Irene Wüst toch ook.
Een titel om bij te zetten in de prijzenkast. Ja, een beetje dicht bij elkaar, vrouwen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi in koor. Verrassend, Paulien? Nou, ik denk dat we wel een hele grote kans hadden. Maar de Canadezen en de Duitsers waren zeker ook grote kanshebsters. Dus ja, er moet voor gestreden worden. En nou, het ging goed. Ja. Tenminste, we hebben gewonnen, dus dat is mooi. En daarmee lange neus naar iedereen? Ah, wel een beetje natuurlijk. Ik bedoel, ik ben wel hartstikke blij. We moeten winnen op het moment dat we moeten winnen. Dus we mogen ons nou wereldkampioen noemen. Ja, dat mag inderdaad. Jij dus ook? Ja, nou, het voelt in ieder geval goed. Liep nog niet helemaal vlekkeloos, maar ik denk dat het belangrijkste is wie het eind de snelste tijd doet. En dat zijn wij. En ja, inderdaad, we mogen ons wereldkampioen noemen.